En wij gaan naar de Action. We hebben dus echt heel veel gekocht. Hoi. Echt een hype op TikTok. Wil ik mijn weekvlog gaan openen, ben ik mijn geheugenkaart vergeten. Maar als het goed is gaan we nog langs huis, dus ik kan hem pakken. Dit is zo dom. Het is vandaag woensdag en ik moet vandaag echt weer sinds 4 maanden ongeveer moet ik weer werken in het zwembad. Voor de mensen die het misschien niet weten, ik heb een bijbaantje in het zwembad. Ik geef kinderzwemles. Maar door corona was het natuurlijk gewoon heel de tijd dicht. En sinds deze week, sinds gisteren is het weer open. Dus ik moet vandaag weer werken. Ik moet van 1:15 tot 4:15. Dus zijn echt maar 3 uurtjes, dus echt niet lang. En dan daarna ga ik als het goed is naar Mewtwo. Dan gaan we stemmen. En dan vanavond moet ik weer sporten. Dus allemaal wel dingetjes om te doen vandaag op zich. Ik heb lekker dit pak aangetrokken van Colourful Rebel. Want hieronder heb ik mijn werkbadpak aan. En ik vind het altijd chill om dan een groot joggingspak eroverheen te hebben. Want iets straks zit nooit echt heel erg lekker als je dan uit het water komt. Ik heb mijn spullen gepakt. Ik ga denk ik over een kwartiertje ongeveer rijden. En dan ga ik lekker werken. Ik heb er niet heel veel zin in eigenlijk. Vooral ook omdat het maar 3 uurtjes zijn. En dit zijn mijn enige diensten per week. Dus ik werk dan bij hem maar 3 uur per week. Dus ja, ik zit er ook wel een beetje aan te denken om misschien daar gewoon te stoppen. Want die 3 uurtjes per week zijn nou ook niet echt de jackpot. En in de coronatijd heb ik dat nou ook niet echt gemist of zo. Dus misschien dat ik er over na zit te denken om te stoppen. Maar dan moet ik nog even kijken. Ik kijk gewoon aan hoe ik het vandaag vind. Het is vandaag donderdag en wij gaan naar de Action. 20 minuten lang. Yay. We hebben, nou ja, dag maar gisteravond. Vannacht kon je een afspraak maken om erheen te gaan. En eerst kon je 10 minuten winkelen, maar nu 20 minuten. Dus we hebben allebei een afspraak gemaakt. En gaan we kijken of we er wat uit kunnen halen. Ik heb er wel zin in. Ik heb er ook zin in. Ik hoop dat ik heel veel ga kopen. Eerste... Staat hij bij de Webo? Nee, hier weg. Oh. Ik heb... Dit is de eerste keer sinds ik ook naar een winkel ga. Iets anders dan een Albert Heijn ofzo. Ik ook? Ja, denk ik. Ja, ja, maar je kan er nergens anders ook heen. Ook heen. Oh, en ik heb vanmorgen mijn nagels gedaan. Ik zat zo eventjes in de auto laten zien. Maar ze zien er weer een beetje representatief uit. Nou, we zijn bij de Action binnen geweest. En kijk even hoeveel... We hebben gekocht. Die wasmand zit ook nog helemaal vol met spullen. Dat gaan we straks laten zien, maar we gaan eerst lekker. Oké, we hebben dus echt heel veel gekocht. Echt heel veel. Zou ik die tas bij me houden? Ja. Het zijn wel vooral huishoudelijke dingen, dus niet echt... Nou, ook wel leuke dingen. Of nou, leuke dingen. Het is allemaal wel een beetje huishoudelijk. Ja. We hebben dit. Dit is een dwel, maar kijk, er zit dus zo'n... Hoe noem je dit? Hier kan je dan die vloeistof in doen. Dan kan je hier zo mee sprayen en dan komt het eruit en dan kan je het dweilen. Maar online was dit echt 60 euro of zo. Ja, goedkoop. Zal ik het boem? Nee, ja, volgens mij was dit 9 euro of zo. Ja, deze. Nou, we hebben een waterkoker. Die hadden we nog niet. Wij kookten eerst water gewoon in de pan tegen je zetten. We hebben een waterkoker, die was volgens mij 7 euro. Ja, ook zeker. En we hadden ook wit, maar wij vonden zwart wel mooi. Oh, we hebben een tafelkleed gekocht, maar deze van de Jumbo. Er voor onze paasontbijt. Oh, 2 deo's gescoord, want ja, die waren ook bijna op. Ik kwam van Nivea. Sokken? Sokken, ja. Ik had nog geen enkel sokken. Oh, 2 extra handdoeken, want we merkten gewoon dat als er mensen bleven slapen, dat we gewoon echt een soort van handdoekencrisis hadden als we niet hadden gewassen. Ja. Dus we hebben eventjes 2 extra handdoeken gewoon... Ik weet niet hoe groot. Oh, 70 bij 1,40. Ja, ik vind dit wel groot. Echt chill. Ja. Zulke grote. We hebben een lampje. Dat is heel leuk. We hebben hier op doen. Gaan we daar op doen? Zet het gelijk op? Ja. Dan kan deze in het plafond. Ja. Van de week. Het is iets te heel zonde. Ja, ik denk dat ook wel dat is. Ik hoop dat die past eigenlijk. Ja, dat is echt het lekkerste ooit. Reese's. Uiteraard moest dat ook mee. Maar ik vond op zich nog best wel, we kwamen daar dan binnen, je had dan officieel 20 minuten, maar we waren 10 minuten te vroeg. Dus we hadden dan eigenlijk een half uur. Ja.
Maar ze zeggen twee personen in de winkel, maar er waren echt wel 10 mensen in de winkel. Ja, dat was ook best wel een grote action. Gaat het lekker? Nee. Hij is wel mooi hoor. Oké, ik ga eventjes. Ik heb dat verlengstuurs weg. Oh, dat is wel grappig. Oh, dit vind ik wel leuk. Ja, dat is wel leuk. Zal ik even laten zien? Ja. Ja, je ziet het. Ja, wel leuk toch? Oh, dat vind ik heel leuk. Ik was zo'n beetje zo'n grazen bol. Ja. Zo, zo. Ik even lekker dat verlengen. Ja, ik vind dit heel leuk. Het ziet er ook nog best wel grappig uit zo, toch? Ja, ook als die uitstaat. Gewoon, ja. Oké, leuk. Ja, pleisters, want die hadden we ook nog niet. Vuilniszakken met een geurtje, want ik ga niet stinken. Ik heb van die bakjes, van die glazen, gaat mijn make-up kast in. Ik heb ook een roze. Is nog eentje toch? Ja. Ja, oh nee, ik zag het weer. Oké, die roze. Nou, die waren denk ik 1,60 of zo. Ja, die kostte denk ik echt geen rol. Wel heel leuk. Schermisjes, want het wordt weer zomer. Ja. Nodig. Droog shampoo. Ik weet niet of ze goed zijn, maar. Ja, Aussie is vaak wel. Klinkt altijd wel, ja. Flexuurtje. Later. Oh, wat ding! Oh ja. We hebben een rek voor in de. Nou, douche. Dit is eigenlijk voor aan de deur, maar wij gaan aan de douche doen. Wie de fuck hangt dit ook aan de deur? Want het is toch heel hoog, lijkt mij. Ja. Maar wij gaan aan de douche hangen, dat we daar shampoos en dingen in kunnen zetten. Ja, er staat alles op de grond en als we aan de douche pissen, dan pissen we van shampoo. Oh, een wasmandje hebben we. Ook helemaal leuk. Die hadden we ook nog nodig. Wat het kost, ik heb echt geen idee. Oh, jij hebt een schrift. Oh ja, schoolschrift. Goeie leerling uiteraard. Ah, deze was ik alweer vergeten. Een nieuw kleed. Voor op de bank. Die andere ga ik even wassen hoor. Ja, want we hebben heel veel kleedjes, maar ze zijn allemaal een beetje oud aan het worden. Ja, beetje viezig. Deze is wel lekker. Deze is ook best wel groot. Dat is die wijze. Zo, ja, die is heel groot, denk ik. Ik weet ook niet hoe duur die was. 1,40 bij 1,80. Dus echt heel groot. Dat is als we samen op de bank zitten, kunnen we hem samen gebruiken. Ja. Nou, praktisch. Witte, voor witte wasmiddel. Hier heeft een witte broek, er zit een vlek op. En dit was het laatste. Kaarsjes. Vorige keer had ik echt meer gekocht eigenlijk. Maar het is best wel veel. Maar het is nog best wel veel eigenlijk. Ja. Ik ga de dik gelijk ophangen. Ja, zullen we doen? We gaan gelijk, even eentje eten. Ja, ik wil er ook wat in. Nou, er zitten er maar 4 in hoor. Ja, dus ik heb ook nog witte meegenomen. Maar ik wil maar een halve, denk ik. Dacht maar. Zij is groot. Nee. Oh, dit zijn van die bakjes van maar 1 hoor. Hier. Ik heb er maar 1. Ja, ik krijg bijna mijn kaak als ik goed er eet. Dan ben ik ook lekker een beetje zout. Oh, heel lekker. Ja, ik denk aan de lor. Ja, dat begrijp ik. Oké. Wij gaan. Oh, dit. Indelen. Het is vandaag vrijdag en ik ga vandaag foto's maken met Rosa. Niet heel erg lang, want ik heb vanmiddag ook afgesproken met Keer een dag om te sporten. In de duinen. Het is vandaag super lekker weer, dus we dachten, we kunnen misschien lekker buiten sporten. Dat is wel gezellig. Ik heb even zo'n roller in mijn haar voor die curtain bangs. Ik heb mijn haar net gedaan en mijn make-up, maar kijk. Ik weet niet of jullie het goed kunnen zien. Ik ga jullie even inzoomen. Maar ik heb dus een nieuwe mascara. En hij is echt geweldig. En misschien kennen jullie hem wel. Even zo uitzoomen. Misschien kennen jullie hem wel van TikTok. Want het is echt. Voordat hij al uit was, was het zeg maar echt een hype op TikTok. Dus nou, op zich best wel goede marketing. Want iedereen wil hem dan natuurlijk hebben. Dus ik heb hem ook gekocht. En ik vind hem echt oprecht heel erg fijn. Ze hebben geen waterproof versie. Maar ik vind waterproof ook niet zo heel erg chill. Ik ben hier echt heel erg blij mee. Het is nu ongeveer 9:30. En ik ga eerst eventjes een video opnemen. Want ik heb dus een hele zak met kleding gekregen van Pretty Little Thing. En daar wil ik een extra video van maken. Eigenlijk wilde ik dat gisteren filmen. Alleen soms heb ik gewoon de afgelopen tijd dat ik gewoon zo chagrijnig ben. Of gewoon niet echt lekker in mijn vel zit. Ik denk dat het ook komt omdat ik nu sinds een maandje overgestapt ben naar een zwaardere pil. Eerst had ik 20 milligram en nu 50. Dus dat is echt van het allerlichtst naar het allerzwaarst. Dus ik denk dat dat ook wel meespeelt. Maar dat kwam gewoon omdat mijn ongesteld zijn niet meer helemaal juist liep. Dus ik was naar de dokter gegaan. Heeft ze me eventjes voor 3 maanden zwaardere gegeven. En dan na 3 maanden kan ik weer terug naar de lichtste. Maar dat wordt dus 3 maanden even afzien. Want ik heb er best wel een beetje soort van last van. Een beetje stemmingswisselingen en zo.
Dus daar heb ik gisteren ook last van. Dus ik had echt geen zin om te filmen. Dus dat ga ik nu doen. Zodat die zondag dan op mij komt. Want normaal doe ik mijn extra video's dus op vrijdag. Maar dan doe ik er nu gewoon eentje op zondag. Dat is misschien ook niet heel erg. Twee dagen later, lekker in het weekend. Dus dat is wat ik vandaag ga doen. Ik ga vandaag proberen ook weer wat meer te filmen. Maar zoals ik zei, door die stemmingswisseling heb ik soms gewoon zo geen zin ook om te filmen. En dan voel ik me aan het eind van de week weer zo schuldig als de vlog weer zo kort is geworden. Maar ja, ik ga even dit eruit halen in de hoop dat het is gelukt. Oké, dit zit wel prima. Dan ga ik me nu even aankleden voor de video. Ik denk dat ik hem gewoon in mijn kamer hier ga opnemen. Want het is best wel mooi licht. Het is echt ziek lekker weer buiten. En als ik dat gedaan heb, ga ik outfits uitzoeken. Want dat heb ik nog niet gedaan. Ik heb pas één outfit voor foto's maken met Rosa. Maar ze heeft er volgens mij drie. Dus ik doe er ook nog even twee bij. Dan hebben we allebei drie outfitjes om foto's van te maken. Dus. En ik heb trouwens nieuwe schoenen gekregen. Dat ga ik ook even snel je laten zien. Ik heb ongeveer 3-4 maanden geleden, denk ik, zoiets. Dat ik dus samenwerking met Taft Shoes. En toen heb ik mijn Dr. Martens van hun gekregen. En ik heb nu dus weer schoenen van hun gekregen. En dat zijn Sandra's. En je zou wel denken van, deze trend is echt lang voorbij. Klopt, ik had ook echt in de eerste en in de tweede en in de derde had ik Sandra's op de middelbare school. Maar ik wilde dus heel graag cowboylaarzen. En Sandra's staan er bekend om cowboylaarzen. Maar ik wilde geen laag, maar ik wilde hoge. Dus die heb ik nu van hun gekregen. Echt super blij mee. Het zijn deze. Dit zijn de laarzen. En ik vind het gewoon heel erg leuk van de zomer voor onder een jurkje. Of onder een spijkershortje of zo met een heel gaaf vest eroverheen. Dus dat zijn deze. En deze heb ik in een maatje 36. Ik zal ze wel eventjes in de beschrijving linken. En er komt, als het goed is, binnenkort ook een kortingscode eind maart aan. Dus hou mijn Instagram eventjes in de gaten. Want daar zal ik de kortingscode opdelen voor jullie. Maar goed, dat had ik dus gekregen van Taft Shoes. Daar ben ik echt heel erg blij mee. Maar goed, ik ga nu eventjes de video opnemen. En dan daarna outfitjes bij elkaar verzamelen. Oké, ik heb de video opgenomen. En ik zat hier op deze stoel. Voor mijn witte muur. Zonder broek, want ik had het zo heet. Dus ik heb gewoon lekker alleen trui gedaan. Dat zie je nu toch niet. Maar zo bizar, ik ben net dus klaar met die video filmen. En gewoon 8 van de 10 items zijn gewoon opgestuurd in de verkeerde maat. En niet één maat gewoon, maar echt gewoon maat 40. En ik ben echt maar 1,60, dus in maat 40 pas ik gewoon echt niet. En ik wil echt niet ondankbaar klinken, want ik ben echt super dankbaar voor alle spullen die ik altijd krijg opgestuurd. En wat ik altijd mag ontvangen, daar ben ik echt intens blij mee. Maar als 8 van de 10 items de verkeerde maat zijn, kan ik er ook niks mee. En dat is gewoon echt heel erg zonde. Dus ik ga nu eventjes passen of sommige dingen wel cool oversized zitten. Of dat het gewoon echt veel te groot is. Maar dan ga ik ze gewoon eventjes mailen van, goh, mag ik het dan misschien terugsturen? Want ik kan er ook niks mee. En dat is gewoon zonde. Maar goed, ik ga nu nog eventjes de aanbeelden filmen. Ik ga even kijken trouwens hoe laat het is. Want ik moet natuurlijk niet de tijd vergeten. Oh, het is 10 uur. Dat valt wel mee. Oké, ik ga nu even snel de aanbeelden filmen. Outfitjes bij elkaar verzamelen. En dan ga ik naar Rosa toe. En dan ga ik haar ophalen van Centraal. En dan gaan we foto's maken. We are here. Ik heb deze jas aan van Pretty Little Thing. Die ik net had unboxed. En ik vind hem eigenlijk best wel leuk op zich. Hij is wel echt te groot, maar I kinda like it. Zo van mijn blote daddy. Weet je wat ik dan altijd zo zonde vind? Dan heb ik gisteravond mijn haar gewassen. Even je tas. Ja. Dan heb ik gisteravond mijn haar gewassen en dan ga ik straks sporten. Dat vind ik zo zonde dan. Ja, maar dat heb ik altijd. Dat mijn wasschema van mijn haar niet op. Niet klopt. Oké. Wat wil je? Deze van mij. Ja, ik weet het eigenlijk niet zo goed. Dat is wel leuk. Hoor. Is het ook weer een zijkant? Ja. Moet alles erop staan of mag het ook? Staat hij wel aan? Bij. Staat hij wel aan? Oh ja. Oeps. Jij zit er wel bij. Foto zit er bij, wat goed. Zo, ik lijk lang. Nou, zo letterlijk in 1 minuut en 45 seconden. Dan staat het pootje erop. Kan dit niet? Ik kan niet inzoomen bij mezelf. Echt niet? Nee.
Kijk, wat ik dacht van zo. Er zijn echt twee verschillende stijls nu. Die wind, jongen, het is niet normaal. Oké. Ga jij eerst of ga ik eerst? Maar dat maakt niet uit, weet je. Ik ga wel eerst, kan ik daar aan. Nou, lekker broodje. Jij niet? Heerlijk. Ik ben terug van foto's maken met Rosa, altijd. En we gaan sporten in de duinen. Kirsten ook. Nou, die is niet hier. We gaan even scoopen. Even een scoopje nemen. Dat we lekker veel energie hebben. Ik heb nog ook al mijn make-up, dus helemaal niet chill met zweten. Ja, ik heb alleen mascara op en wenkbrauwen. Ik denk, prima zo. Nou, even chocolade. Oh, het is helemaal aan het lekker. Ja, dat had ik vorige keer ook. Hoe werkt dit? Nou. Is dat vies? Nee, het is heel, heel zoet. Oh. Je moet een schepje nemen. In je mond gieten. Zoek water en dan verdwijnt het. Het is gewoon als zo'n MO Bicep scoopie. Ja, hetzelfde, maar dan zo of minder? Nee, dit is goed. Lekker veel. Dus eerst water, dan gooien. Hoi. Water. Ja, heb je gedaan? Nog een keer. Spoelen. Heb ik gedaan? Nu zit het toch allemaal in je mond? Dus het verdwenen. Ik vind het wel lekker. Het is lekker, wil je nog een? Nee. Mijn kut gaat er altijd getintelen. Ik heb het één keer gedaan met Zoe en toen had ik heel, het sport had ik jeuk. Ja, jeuk en oh, ja. Dat is wel irritant. Oh, je moet hem even maar goed krijgen, hoor. Ik vind het gewoon even keers even hoor. Die zit daar in die auto te wachten, denk ik. Maar ze komen lekker hierin open. Ja. Waar is mijn tepel? Keer, we zijn hier. Die andere trap is afgesloten. Ja, hier kijk. Ik ga jullie niet meenemen trouwens. Dan ga ik mijn camera gaan trekken. Maar ik film maar wat met mijn telefoon of zo. Ja, is goed. Even mijn ring af. Want wij zijn professionele sporter. Ja, we kunnen uit jullie leren hoe dit dus echt goed moet. Nee, grapje, wij zijn heel erg amateurs. Ja, ik wil dus echt heel graag van de week naar de Bijenkorf. Je kan er nu met een half uur naartoe. Oké. Okay. Zo, pas op. Bij die hekken? Ja, dat wil ik nu. Hij is niet weggehaald. Oh, kijk. Daar is de plek. Ja, dat is die kop. Het is deze aan het losse sleuteldingetje. Ja. Oh, we zijn klaar. Ik ben echt kapot. Ik ben echt lang wezen sporten ook. Ja. Wacht, zo eens kijken. Ik had gefilmd toen we naar boven liepen. Ik ga kijken hoe dat was. Iets van 3 uur. Oh, 1,5 uur hebben we gedaan. Nou, dat is best lang. Ja. We gaan nu eventjes naar huis. Of nou, eventjes. We gaan nu naar huis. Eten. Lekker maaltje. Lekker visje. Lekker. Gezond op de vrijdag.
wij zijn weer terug thuis van Antwerpen. Ik weet niet eigenlijk of ik vanmorgen had gefilmd, maar het is vandaag zaterdag en we zijn vandaag een dagje naar Antwerpen geweest. Want daar kan je dus wel winkelen, wel, je moet op straat overal gewoon een mondkapje. En je mag ook maar met beperkt aantal mensen in de winkel, maar de winkels zijn wel gewoon open. Dus we zijn naar Antwerpen geweest en we hebben klein nieuws gekocht, dus ik zal het wel even snel laten zien. Kijken. Bij de Pool & Bear heb ik een soort van jurkje, jumpsuitje achtergehaald. Deze. Want ik had natuurlijk in deze video volgens mij die nieuwe Cinderella's laten zien. En ik dacht dat is wel schattig met dit erboven. En dan hebben we bij de Lush nog een bruisbal iets gehaald voor in bad. En dan bij de Zara heb ik dit gebreide topje. Dit gebreide topje. En dan aan de achterkant is die helemaal open, zeg maar zo. Die vond ik wel heel erg schattig. Deze was ook maar 16 euro. En Milan heeft gewoon nog een zwart shirt gekocht. Maar volgende week gaan we dus ook naar Amsterdam toe. Die afspraak hebben we al gemaakt. Want je kan nu natuurlijk op afspraak winkelen. Want ik wilde heel erg graag naar de Bijenkorf om iets te kopen wat ik al heel lang wil. Ik zal de volgende week nog wel laten zien wat het is. En toen hebben we ook gelijk een afspraak gemaakt voor de Zara daar. Dus we gaan volgende week ook nog daar winkelen, zeg maar. Dus ja. Ik denk dat we eventjes gaan kijken en bedenken wat we gaan eten. Volgens mij gaan we zelf pokeball maken als we daar nog zin in hebben. Het is vandaag zondag. En we hebben net lekker ontbeten. We gaan nu eventjes... Ik moet een video bewerken en Mina moet ook wat doen. Ik moet even scherf willen stellen. En als we dat hebben gedaan, gaan we sporten in het tuintje. Als het droog blijft. Ja, ik denk wel dat het droog blijft. Maar we gaan eerst eventjes... ik ga eerst even mijn video weer. Ik kan het eten ondertussen even zakken. Anders gaan we met de volle maag sporten. Dat is ook niet zo heel handig. De video is daar eventjes aan het opslaan. Of aan het uploaden. En Mio en ik gaan nu even sporten. En ik heb dus allemaal sportsetjes gekregen van Stronger. Maar die zal ik binnenkort wel in de video laten zien. We gaan nu lekker sporten.